Een vogelhotel in de schat van Schoonderlo. We spreken erover met Margriet Bootsma. We gaan het hebben over het initiatief van de Schat van Schoonderlo. Dat is aangevraagd in december. En dat betreft een project wat natuur en kunst en cultuur samenbindt. Wij hebben in de Schat van Schoonderlo, dat is een parkje waar ik het over heb, hebben wij één grote kale muur nog. Aan die muur willen wij graag iets creëren. Waardoor we veel meer vogels en insecten en vleermuizen in het park krijgen. Daar hebben we lang over nagedacht en we hebben eindelijk iemand gevonden. Dat is een Rotterdammer, Hans Eikenboom. Hij maakt vogelhotels. En in verschillende samenstellingen en heel speels. Het is dus kunst en natuur samenbinden. Het is voor de kinderen ook heel fijn. We gaan workshops voor de kinderen doen als het vogelhotel gerealiseerd is. Vertellen over vogels en insecten. En het lijkt ons heel erg leuk. Hij heeft voor ons, want dit is echt de muur bij ons. Kijk hier, dit is de muur aan de straat en dit is de muur waar het aankomt. Heeft hij dit als een soort prototype ontwikkeld. Dat zijn allemaal verschillende vogelhuisjes met verschillende grote gaatjes. Zie je, een mussenkast, een insectenkast met karton en bamboe en een voedselsilo. Maar het is uitgebreid, het wordt niet zo'n vierkant ding. Het wordt uitgebreid, verschillende units. Onder andere ook voor, we hebben veel vleermuizen in het park. En dat is qua natuur heel erg bijzonder. Bepaalde planten trekken bepaalde vlinders en bepaalde vogels aan. En wij wilden eigenlijk een uitbreiding daarvan. Daar is dat vogelhotel een unieke plek waar vogels komen echt op zoiets af. En ja, wat is er nou mooier om kinderen te laten zien hoe de natuur werkt.